En ik hou van snel en hard. Dus dat is een hele up-tempo box. Die gaat achter elkaar snel weer binnen. En dat is een van mijn favorieten. Omdat zondag de 31ste landelijk geen vuurwerk meer verkocht mag worden, is ook de Laakse vuurwerkwinkel Fireworld een dag eerder opengegaan voor de verkoop. En zowel knal als zeevuurwerk gaat als zoete koek over de toonbank. Potten, wat omhoog gaat en dat het dan zeg maar in de lucht uitknalt. Rotjes, gombloemen. Wat hebben we nog meer? Knetterlinten, een klein sierpakketje. De website heb ik ook al een beetje gekeken van hoe ziet het eruit. En deze commando wil ik wel. Commando en ik wil ook nog wel heel veel knal. Ik denk dat ik Tinderpack ook ga doen, want daar zitten zeg maar ook heel veel knallen in en zo. Je ziet toch wel dat in plaats van wat lossere potten en los vuurwerk er vaak een cakebox nu gekozen wordt. En dat is eigenlijk een vuurwerkshowtje op zich. Mensen gaan ook steeds meer kennis krijgen van het effect. Dus palm, peony, dat soort lichteffecten, waar je van af en toe zelf nog ineens weet wat het doet. Maar sommige mensen zijn verbaasd wat die willen en dat staat allemaal op die boxen vermeld. En ook in Fireworld wordt behoorlijk goed gespendeerd. Hoeveel geld geven jullie er ongeveer aan uit? Dat zien we aan het einde als we gaan afrekenen. Dat is altijd een verrassing. Zolang we gelukkig zijn en we hebben genoeg. Ja, 55 euro zoiets. Ja, vorig jaar besteden we wel meer dan dit jaar, denk ik, eraan. Vorig jaar besteden we er honderden euro's aan, dus ongeveer 500 euro. En dit jaar iets minder. 150, 100, denk ik. Niet zoveel. Geen limiet voor het vuurwerk eigenlijk? Een half misschien, 200, denk ik. Niet meer. We moeten ook nog eten. En die vuurwerkdiscussie? Ja, we zijn met 17 miljoen mensen en dan klagen er een heleboel over vuurwerk. Maar dan denk ik, je gunt je medemens 8 uurtjes per jaar om lekker te genieten van vuurwerk. En dan heb je 364 dagen en 16 uur rust. Dat gun je medemens toch?